dit is fenomenaal dit, hè? Ja, ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Wat gebeurde er vandaag allemaal? Nou ja, eerst al spelen we gewoon goed, compact, creëren we kansen, zijn we beter. Staan we eigenlijk maar 1-0 voor. En de tweede helft gaan we op dezelfde voet verder. 2-0 en spelen in principe gewoon degelijk goed. Krijg je de lullig moment, ja, voorzet, een doelpunt tegen. Maar nou, we gaan niet in de put zitten en we gaan daar vol overheen. En winnen vandaag dik verdiend met 5-1 en dat zou nog meer kunnen zijn. Je speelt een goede partij op het middenveld, dan word je neergezet laatste week in de verdediging. Je kan je overal neerzetten, lees het wel. Ja, ik doe gewoon mijn best. Waar de trainer me nodig heeft, probeer ik te spelen. En vandaag ging het goed met mij, maar met de hele elftal, denk ik. Hoe kan het dat jullie zo ontzettend goed spelen in deze wedstrijd tot nu toe? Nou, we hebben gewoon wat over. Iedereen heeft er zin in. Iedereen weet dat vakantie eraan zit te komen, maar volgens mij heeft iedereen zin om lekker te knallen met dit elftal. En iedereen geniet om met dit elftal en met dit team te spelen. Zal er niemand op een moment aan vakantie hebben gedacht voor vandaag? Nee, zeker niet. Daarom juist. Heerlijk spelen. Dus nou ja, zoveel wedstrijden. Lekker. En het doelpunt, hè? Ja, dat is, ja, beschrijf hem zelf. Nou, daarvoor had ik een momentje met mijn hoofd. Zat ik er weer dichtbij, net zoals vorige week. En nu kreeg ik de bal en ik kon eigenlijk weinig anders meer doen dan vol schieten. En ik vond dat er een goede zwabber in zat en nou, ging er gelukkig in. Je raakt hem met vol en echt een streep van 35 meter? Ja, ik raakte hem lekker. Gelukkig, de keeper zag er niet helemaal goed uit, maar dat maakt niet uit. Hij zit erin en 5-1 voor ons. Als je nu ook nog gaat scoren? Ja, het moet niet gekker worden. Meerdere zeggen het, dus heerlijk. Ja, en de Golden Boy die scoort al 3 keer. Toornstra, jullie speelden op het middenveld een fantastische wedstrijd. Toornstra, jij en Radislav Evic. Drukken wel stempel op deze wedstrijd? Ja, dat is heerlijk. Rado en ik proberen iets meer de controle te houden achterin. En Jens die mag zich vooruit uitleven. En nou, dat heeft hij fantastisch gedaan met 3 goals. En nou, je ziet het, Rado en ik komen ook af en toe voor de goal. En vandaag mocht ik er eentje inpikken. Jullie gaan er ook in, hè? Ja. Alsjeblieft. Gefeliciteerd, man.